Ja, Marianne, hoe is het met je, met je schouderbescherming? Ja, goed. Uh, ik kan hem alweer een klein beetje bewegen. Het is rechts. Ik uh, nou ja, ben, ben blij dat ik in ieder geval weer uh, mobiel ben. Ik kan uh, ook alweer voorzichtig buiten fietsen, dus dat is wel, wel prettig. Uh, ben vorige week zondag, direct na de, na de val, na de, uh, nou ja, na de foto uiteraard, uh, werd er geconstateerd dat de sleutelbeen gebroken was. Uh, ben ik meteen geopereerd. Uh, is, er een, uh, is er een plaatje opgezet? Waardoor de breuk ja, eigenlijk meteen aan elkaar vast zit. Uh, het bot moet nog wel helen, dus daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Dat staat nou eenmaal vier tot zes weken voor. Maar uh, ja, voor mijn gevoel uh, gaat het heel goed. En uh, ja, heb ik, nu, ik heb er nu momenteel ook weinig last van. Ja, hoe moeilijk is het uh, voor jou om, om stil te zitten, om, om, om niet op die fiets te zitten? Uh, nou ja, lang stilzitten op het moment dat het goed gaat. En uh, ja, het ging lekker. Uh, ik was. Uh, ja, goed het seizoen. Dus uh, dan wil je graag ook gewoon door en wedstrijden rijden en, uh, ja, en je vorm dan ook uh, te gelden maken. Uh, dat is uh, helaas nu even niet aan de orde. Uh, ik mis deze, deze weekenden de, de, de koersen. Uh, maar ik had al een, een trainingskamp gepland vanaf half mei tot, tot begin juni. Uh, dat kan gewoon doorgaan. En uh, daarna, als ik terug ben, dan uh, kan ik de koersen weer aanvatten. Ja, je gaat alweer de koers rijden. Wat verwacht je nog van, de, van het restant van het seizoen? Ja, voor mijn gevoel uh, mag het uh, dan weer gewoon beginnen. En uh, ja, dan is het natuurlijk uh, juni. Dus dan uh, is het nog even tot het einde van het seizoen. Er uh, zijn nog een paar mooie etappenkoersen. Het NK is eind juni uh, in het Brabantse. Dus dat is ook wel heel leuk om daar, uh, om daar weer een piekmoment van te maken. Dus ik hoop daar in ieder geval uh, goed in orde te zijn. Uh, dan is de Giro. Uh, en dan vervolgens in augustus het, uh, het Europees kampioenschap, waar ik mijn titel mag verdedigen. Dus dat zijn uh, toch allemaal uh, ja, nog hele mooie doelen om naartoe te werken. Ja, en uh, ga je ons ook nog overwinningen bezorgen in die tijd? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. ja. Nou ja, goed. Uh... Uh, uh, winnen uh, komt niet op bestelling, uh, vorm komt ook niet op bestelling, maar ik, uh, ja, ik denk wel dat ik uh, met deze valpartij niet per se dusdanig veel averij oploop dat, uh, dat het hele seizoen om zeep is. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik, uh, dat ik nu dadelijk gewoon goed de training weer op kan pakken en dat dan het, uh, het tweede seizoen zelf weer uh, heel mooi kan zijn. Um, je krijgt eigenlijk steeds meer concurrentie. Een aantal jaar geleden uh, won je eigenlijk alles wat er te, te winnen viel. Um, hoe is dat nu, dat je, dat je niet alles meer wint? Nou ja, een aantal jaar geleden was er ook concurrentie. Alleen uh, ja, had natuurlijk gewoon uh, misschien iets minder, maar ook zelf een, een continu hoog niveau. En uh, ja, daar, daar was ik nu eigenlijk weer naartoe aan het groeien. En dan is het wel jammer dat je, dat, uh, dat je weer zo'n onderbreking hebt, maar ja. Uh, het risico van het vak en uh, hoort erbij. Uh, gelukkig uh, hopelijk niet voor al te lange tijd. En uh, ja, het is eigenlijk alleen maar mooi om te zien hoe die sport uh, dan in die afgelopen 10, 15 jaar is gegroeid. Als je kijkt naar nu het, uh, het Nederlandse wielrennen staat, het Nederlandse vrouwen is van zo'n ontzettend hoog niveau dat ook andere landen heel veel moeite hebben om daar tegenop te bo euh, boksen. En dat lijkt wel alsof, alsof we met z'n allen geen concurrentie hebben. Dat is er, is er wel. Uh, en uh, ik denk wel dat het, dat het heel mooi is als je, als je ziet dat al die meiden uh, uh, zo'n hoog niveau halen. Dat je ook weer elkaar naar een hoog niveau brengt. Nou ja, dat moet ik ook, ik moet ook mee. En uh, ja, voor mij is het uh, zaak om gewoon uh, voor mezelf mijn uh, niveau te halen. Dus de laatste jaren nog vol voor de overwinningen gaan. Ja, ja, ja nee, het, het spelletje blijft gewoon mooi. Dus uh, het, het is niet zo, inderdaad, ik zal waarschijnlijk niet uh, de een naar de andere overwinning aan elkaar gaan rijgen nu ineens. Maar, uh, maar het, het spelletje mee kunnen spelen en van voren kunnen koersen. En uh, dan, ja, dan is de wielersport het allermooiste.